Mensen, ik kan op dit moment een super zeldzaam item in Minecraft winnen. Zoals je ziet, challenge. Ik moet 49 kompassen maken. En daarvoor krijg ik 1 Heart of the Sea. En die kan je op geen enkele manier krijgen, zover ik weet. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gelijk die dingen maken. Huppakee, let's go. Dit is heel zonde voor mijn iron, maar ik wil die beloning. Oh, ik heb echt net genoeg. Ha, dit weet je toch niet? Oké, ik heb echt net genoeg. Dit is toch een kompas? Ben je... Wat? Oh, is dit een kompas? Boom, ik heb er 50 gemaakt. Klik om beloning te claimen. Kaboom. Geclaimd. En ja hoor, ik heb hem. Haha, let's go. Volgens mij heeft bijna niemand die. Ik weet ook niet of je er echt iets mee kan. Je kan natuurlijk zo'n conduit maken in Minecraft. Maar goed, we hebben hem. Er waren heel veel mensen die zeiden dat ik een kelp farm moest gaan maken. Want ik heb op dit moment best wel veel farms. Dit is natuurlijk een van mijn belangrijkste farms waar ik echt heel veel levels mee omhoog kom. Dan heb ik deze farm die ik eigenlijk niet meer gebruik. Want hij levert en niet heel veel geld op. En ja, ik sloop elk zwaard om de klap. Zie je, als ik dit doe. Ja, kijk, je ziet het. Dit is enorm zonde. Deze farm hier beneden. Ik weet niet wat ik van deze moet vinden. Heel veel mensen zeiden dat deze chill is. Ik vind hem oké. Ik kan het wel gauw even weer gaan oogsten. Laten we het even doen. Maar een kelp farm lijkt me sowieso een hele goeie, want dat kost vrij weinig moeite. Het kan volgens mij best veel opleveren. Oké, daar gaan we dan. Oké, dat is wel een prima vormpje. Maar dan een kelpvorm. Hoe ziet die er überhaupt uit? Oké, er zijn heel veel kijkers die zeggen dat ik geen kelpvorm moet maken. Maar... Oh, nee, ja, deze snap ik niet. Ah, dit is natuurlijk die sea pickle vorm. Hoe? Hoe bouwen jullie dit? Hier moet bone meal in. Oh. Ja, kijk. Dit is wat alle goede spelers op de servers hebben. Die hebben zo'n sea pickle vorm. En hiervoor heb je dus bone meal nodig. En bone meal kan je eigenlijk maar op één manier goed krijgen. En dat is een cactus vorm. Hier doe je dan vast met bone meal in. Die schuift het heen en weer. Ik snap hem. Ik snap hem helemaal. Alleen je moet wel even een systeempje bouwen met redstone hier omheen. Dit is uiteindelijk wel wat ik wil gaan bouwen. Want iedereen gebruikt dit. Ik ben hier nu bij een andere kijker. En die zei ook dat hij een leuke vorm had. Dus laten we even zien. Ah, kijk. Dit is de kelp vorm. Ja. Dit moeten we hebben. Maar hoe werkt deze? Dit is gewoon hakken zo. Op deze manier. En dan is het klaar. Kelp kan je verkopen voor 90 cent per stuk. Volgens mij is dat niet heel veel. Wacht, wat is sugarcane ook alweer? Oh, dit is wel veel meer dan sugarcane. Oké. Weet je wat? Ik ga hem gewoon proberen. Oh, ik heb trouwens ook mijn eiland nu helemaal uitgebreid, zoals jullie zien, tegen de border aan. Dus we kunnen nu deze kelpvorm bijvoorbeeld hier ergens in de hoek gooien of zo. En ik heb trouwens ook even mijn huis een klein beetje geüpgrade. Hierboven heb ik een klein gedeelte gemaakt waar nog even torches moeten komen. Ik heb alleen nog geen idee wat ik hier wil plaatsen. Dus laat even weten wat ik in mijn huis moet plaatsen. Maar dan de kelpvorm. Waar gaan we die maken? Oeh, ik heb denk ik wel een heel goed idee. Ik zou hier de bodem weg kunnen halen, want dit groeit natuurlijk toch niet. En met bamboe doe ik toch niet heel erg veel. Laat ik even het water pakken. En ik gebruik hiervoor even fly, wat natuurlijk kan met de Athena pack. Want ik ga hier dus even water tegenaan plaatsen. En dan wil ik gewoon even kijken of alles werkt. En als het allemaal werkt, dan ga ik hier gewoon kelp plaatsen. Want volgens mij groeit kelp dus echt heel erg hoog. Dus we gaan het testen. Kan ik hier kelp plaatsen? Het kan. De bamboe aan de buitenkant, die laat ik staan zodat het water er niet langs gaat. En alles aan de binnenkant haal ik weg. Ondertussen claim ik trouwens even mijn dagelijkse beloning. En openen wij de daily crate. Er zit waarschijnlijk helemaal niks in. Nope. Gewoon steen. Heb helemaal niks aan. En weet je wat ik ga doen? Ik ga 3 Creta crates openen. Let's go. Kom maar op. Ik heb er gewoon even zin in. Geef mij maar kelp of zo. Ik heb dat nodig. Ik krijg een Mykonos key. Come on, man. Oké, we openen de tweede. Nu iets goeds, please. Geef me dan iets. Ah! Oké, hey, Prismarine. Hey, mijn Prismarine was bijna op. Deze kist zit gewoon vol met Prismarine. Nee. Hey, kom op, de Mykonos crate. Wat zit hierin? Kom maar door. Ik ben benieuwd. Kom op, please. Gold ingot. Hey, die had ik best wel nodig. Dat is op zich ook wel wat geld waard, volgens mij. Maar wat zit er dan in de laatste Creta crate? Kom op. Alsjeblieft. Oh, chicken spawner. Hey, die is volgens mij best wel veel waard. Chicken spawner is nice. Zo, en dan gaan we hier nog een extra chicken spawner neergooien. Huppakee. Die levert natuurlijk best wel veel geld op. Goed, wij gaan het bamboe stuk helemaal strippen. Ja, we zijn er bijna. En ik moet zo meteen de rand heel goed gaan checken. Want als hij ergens een gaatje zit, dan flikkert het naar beneden en valt het... Oh, wacht. Het valt volgens mij niet daarop. Dat valt gelukkig mee. En we zien al dat deze aan het groeien is. Ja, het werkt gewoon. Gaan we nog even wat bamboe verkopen. Huppakee. Ik zit inmiddels ook alweer bijna op 50k. Oké, wat ik nog wel even wil doen, is hier omheen even wat bamboe neerzetten. Ik heb ook even flink wat buckets lopen maken. Want nu kan ik lekker dit allemaal vullen en vlieg ik gewoon omhoog. En nu moet ik even heel goed de rand markeren.
En daar gaan we dan. Hup, we gaan het allemaal opvullen. Het is allemaal voor onze vette kelpvorm. Oh, dit gaat al gelijk fout. Nee, deze is misplaatst blijkbaar. Die zit bovenop de bamboe, dat mag niet. Zo, ik denk oprecht dat we hem gewoon hebben. Dit is het laatste stukje wat ik op moet vullen. En kaboom! Ik denk dat we nu alles hebben. Het ziet er heel vaag uit, maar als ik erheen ga, dan zie je het ook wel. Kijk, van de buitenkant zie je het heel goed. Je gaat één laag naar binnen, ik kan lekker ademen. Je gaat weer laag naar binnen, ik kan weer ademen. En hier heb je nog een laag van binnen. En in principe is het overal water. En ik heb heel mooi om dit bakje hier gewerkt. De bamboe is mooi gegroeid. Waarom dit hier zo zit, dat weet ik ook niet. Dit stoor ik me dus echt enorm aan, hè. Kijk, dit is allemaal zo heel strak en netjes de bocht om. En in één keer is het water hier zo gek aan het doen. Hoe kan dat ineens? Jongen, jongen, jongen. Ik heb het idee dat deze vorm best wel nice kan werken. Als je er echt doorheen zwemt en vet snel gaat. Want je ziet het, als je de Athena pack hebt, dan kan je er gewoon doorheen vliegen. Dus dit is super chill. Anders moet je natuurlijk zwemmen. Dit gaat ook wel snel nog natuurlijk. En kijk dan hoe het van buiten eruit ziet. Dit is wel insane hoor. Oké, ik moet even wachten op mijn kelpproductie. En ondertussen kan ik even kijken hoe het gaat met de squid vorm. Nou, volgens mij gaat dit hartstikke lekker. Want ik heb bijna 2 dubbele kisten vol. Of tenminste, deze is half vol en deze is echt al bijna vol. Ik ben benieuwd hoeveel dat oplevert. Let's go. We gaan het even allemaal incasseren. En in één keer verkopen. Ik denk echt wel dat dit meer dan 1k is wat ik in één keer verdien. Nou, kom op. Let's go. Dit krijg... Oh, 2k. Zoveel. Oké, dit is wel heel erg lekker. Nog een keer, come on. Boom, let's go. Nog een keer 2,5k erbij. Zo, die inksex tikken wel echt heel erg lekker aan. Had ik echt niet verwacht. Kaboom, nou, hoppakee. Zo, dit is tot nu toe absoluut mijn beste vorm. En deze was ook echt super makkelijk om te bouwen. Alleen die squid spawners zijn natuurlijk enorm waardevol. Kost ook 90k per stuk. Ik heb ze uit de kreet gekregen. Hoe gaat het dan hiermee? Want dit zit... Oh, het zit allemaal vol. Het zit allemaal vol. Nee. We moeten alles verkopen. Ah, ik ben nu al helemaal klaar met deze vorm eigenlijk. Alles komt gewoon tegelijk hierin. En dat vind ik best wel irritant. Oké, weet je wat ik wil doen? Ik wil echt oprecht iets super riskies doen. Ik weet niet of dit heel slim is. Ik ga het gewoon proberen. Ik ga gewoon al die kisten slopen. Ja, ik sloop ze allemaal. In de hoop dat dit werkt. Als alles despawn ben ik echt alles kwijt. Oké, let's go. We moeten nu alles snel verkopen. Ja, dit is heel dom. Dit is echt zo dom wat ik hier aan het doen ben. Ik raak helemaal in de stress. Oh, wacht. Ik heb een idee. Ik heb een fix. Ik heb de fix. Ik drop alles. Ja. Zo, weg ermee. En dan doe ik gewoon zo. Kijk, dit is wat je wil. Ja. Kijk, zo ga ik het vanaf nu doen. Ik verkoop alles. Pak eens zo'n dingetje op. Oh, nu pak ik er alles op en het is zo naar. Kijk, nu ga ik dit zo mooi even doen. Huppakee, dan heb ik mijn hele info met ladder. Nu ga ik dat ladder verkopen allemaal. Ja, top. Dan moet ik eigenlijk één zo'n ding pakken. Kom, pak even één zo'n ding. Ja, oh, ja, top. Nu ga ik de chicken doen. Kijk zo, de chicken. Huppakee, pak al die chicken. Huppakee, snel, kom op. Straks despawnt alles. Oké, ik ben er bijna. Ik heb bijna alles verkocht. En we hebben echt flink wat geld erbij trouwens. Ja, ik heb alles. Nice. Ja, helemaal top. Ik moet echt iets vinden, want deze vorm die werkt gewoon niet zo lekker met verkopen. Deze daarentegen is gewoon alleen inksex wat ik krijg. Gaat super snel. Ik verdien er super veel geld mee. Want ik ben met die andere gewoon 10 minuten bezig geweest met verkopen. Ja, dat moet niet de bedoeling zijn natuurlijk. Hoe gaat het ondertussen met mijn mooie vorm hier? Laten we eens even koekeloeren. We oogsten dit snel even, zodat we het mooi allemaal kunnen dupliceren. Ah, dat gaat best snel. 38 te pakken. Volgens mij heeft bijna niemand zo'n grote kelvorm op de server. Misschien ben ik wel de eerste die zo'n grote heeft. Zo gaat het lekker sneller. Huppakee. Nice. Goed, deze ga ik even helemaal volbouwen. Bedankt voor het kijken. Join de server op playbetharpserver.nl. Het is gratis. En tot de volgende keer. Dikke doei. Dikke later.